Het Cruisrak, de Grote Houten Brug, over de Sneker rondweg heeft de Hout Innovatieprijs gewonnen. De prijs wordt toegekend door het centrum Hout. De brug, ontworpen door de Leeuwarder architect Hans Achterbos, kreeg de hout-innovatieprijs van het centrum hout. Deze landelijke prijs wordt twee jaarlijks uitgereikt. Er waren deze keer 100 aanmeldingen. In de finale won de de Autobrug.